verbinding met en van elkaar leren, speciaal onderwijs, onbeperkt genieten, echte theaterervaring, lekker jezelf zijn. Get Moved is een project waarbij culturele instellingen en het speciaal onderwijs zich hard maken voor de versterking en verbetering van kunsteducatie en podiumkunst voor het speciaal onderwijs. En in het project werken we samen met het onderwijs om ervoor te zorgen dat we een bepaalde veiligheid kunnen garanderen. En dat kinderen goed voorbereid zijn, dat ze weten wat ze te wachten staat en dat ook de voorstelling prikkelarmer is. We hebben echt aanpassingen gemaakt in licht, geluid, ondersteunende gebaren, interactie, zodat de leerlingen echt kunnen genieten en geen last hebben van triggers die plezier weghalen. De vakdocent, in dit geval dans, mag leren van een leerkracht in speciaal onderwijs over de doelgroep om kwaliteit en vaardigheden te versterken, maar ook andersom. En op die manier worden we aan beide kanten nog beter in wat we al doen. Veel leerlingen uit speciaal onderwijs komen niet of nauwelijks in het theater, omdat het best wel spannend is. Want wat nou als het kind net te eerlijk is of te veel zichzelf is? En het fijne aan Get Moved is dat dat gewoon mag. Want iedereen in de zaal doet mee aan Get Moved. En iedereen in de zaal mag gewoon lekker zichzelf zijn en genieten. Wij doen mee aan dit project omdat we het heel belangrijk vinden dat onze kinderen toch ook op cultureel gebied wat bagage meekrijgen. De leerlingen gingen goed voorbereid naar de voorstelling. Tijdens de workshop werd er enthousiast mee gedanst. Het was echt zichtbaar te zien dat de kinderen hebben genoten. Het thema angst sloot erg goed aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Het gaat over belangrijk. En als iemand die super bang is, toen ging je zo heel klein maken. En toen was alles blauw. Omdat hij bang was, dan weet je dat hij bang is. Je mag wel bang zijn. Je mag bang zijn, maar je moet ook proberen. Je moet ook je angst overwinnen. Ja. Leuk toen ze de podium opkwamen en ze toen gingen dansen en allemaal en op die dingen gingen en zo snel met die kar gingen rijden. We gingen naar de speelzaal en dan gingen we, daar was Sophie en die geeft ons een beetje dansles. We hebben gedanst, hoge sprongen gemaakt, gerend. De combinatie van de voorbereidende workshop, het niveau van de voorstelling en de reflecterende workshop nadien hebben ervoor gezorgd dat het een erg geslaagd project is geworden. Ik kijk uit naar het volgende project. En dit was deel 1 van Get Moved. We gaan over een paar maanden verder met deel 2 met de voorstelling Wacht eens even van de stilte. En dan gaan we verder bouwen op wat we nu al hebben neergezet. En bij Sally hebben we geleerd hoe we nog inclusiever te werk kunnen gaan. En dat de samenwerking met het onderwijs echt cruciaal is voor een prachtige theaterervaring. Ik heb er echt van genoten. Met Wacht eens even zijn we anders gestart. We zijn gestart met een leerkrachtenbijeenkomst op school. Om zo direct met de leerkracht contact te leggen en een samenwerking tot stand te komen. Want als wij met elkaar kunnen samenwerken, kunnen we hun leerlingen nog beter begeleiden. Omdat de leerkrachten nu bij de start van het project zijn ingestapt, was er bij de eerste workshop vanaf het begin af aan al een samenwerking. Daarnaast hebben we samen met KIST de lesbrief verder doorontwikkeld, zodat volgend jaar ook de nieuwe gezelschappen voor Get Moved daarmee aan de slag kunnen gaan. En Get Moved zich verder kan groeien en doorontwikkelen.